Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vandaag aan het Surinaams Pedagogisch Instituut, SPI, 60 tablets geschonken. Deze schenking houdt verband met het 40-jarig bestaan van dit onderwijsinstituut op 1 oktober 2020. In aanloop naar deze dag worden er diverse activiteiten ontplooid om dit jubileumjaar te vieren. Een van de actiepunten van SPI-directeur Hortans Promes is zich richten op de digitale mogelijkheden binnen het onderwijs. Ze schreef hierover een project en heeft een positieve reactie ontvangen van Ferrier. Met als resultaat de schenking van de 60 tablets, vertelt Promes. Ze zullen ingezet worden als ondersteunend materiaal bij de verschillende leergebieden, maar ook het ICT-onderwijs. Maar wij voeren ook een project uit waarbij de studenten naar het binnenland gaan, de binnenlandse stage. En op die tablet zijn er dus verschillende lessen verwerkt. De studenten zullen dus leren hoe daarmee om te gaan en vanuit die digitale mogelijkheden les te verzorgen aan de leerlingen ook in het binnenland. Ja. Ik zou zeggen alvast gefeliciteerd vanuit het Nationaal Informatie Instituut. Is er nog iets dat u zou willen toevoegen aan dit gesprek? Nou ja, we kijken dus sowieso uit naar sponsoren. Mensen die zich willen committeren aan kwalitatief beter onderwijs. Maar kwalitatief beter onderwijs is niet alleen maar afhankelijk van leraren die zich inzetten, maar ook van je leeromgeving. En als ik kijk naar het complex hier op het SPI, is het heel erg aan renovatie toe. Dus we kijken uit naar mensen die hart hebben voor onderwijs en die zeggen van hi SPI, we willen een bijdrage leveren aan een betere leeromgeving voor zowel studenten als docenten. En we zijn bereid een vleugel te renoveren of noem maar op. Minister Ferrier is blij dat de SPI-directeur met voorstellen is gekomen en dat ze heeft kunnen inspelen op het verzoek. Ik voel me prima. Het is mijn laatste dag en om het zo af te sluiten doet me goed. En hoe heeft u dit moment allemaal ervaren? Dit moment hier prima. Het is in goede handen. Nogmaals, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat die communicatie met de verschillende afdelingen goed is. Mevrouw Promes zit ook in het directeurenoverleg onder leiding van meneer Rotsburg. Daar heb ik ook mee vergaderd. Close contact met de mensen en wat zijn de knelpunten en hoe zie jij zelf de oplossingen. En nogmaals, als de mensen zelf komen met voorstellen, en ik moet zeggen op dit directieniveau is dat prima. Daar hebben we ook heel veel gebruik van gemaakt, ook met benoemen van nieuwe directeuren. Hoe ga je dingen aanpakken? Dan ondersteun ik dat. Het is niet zoals vroeger gedacht werd, de minister moet alles beslissen en de minister moet dit doen. Nee, kom met je voorstellen en dan kijken we, past het in beleidsrichting die we opgaan? En zo ja, dan gaan we dat ondersteunen. Minister Lilian Ferrier vandaag na de overhandiging van 60 tablets aan het SPI. In verband met hun 40-jarig bestaan in oktober.